Of je nou op zoek bent naar boeiende educatieve ervaringen voor leerlingen, of een middel om creativiteit en teambuilding in je bedrijf te stimuleren, de kunstkoker is de oplossing. Leuk van Rembrandt is dat hij wel de eerste was die met selfies werkte. Hij deed verschillende emoties, dus hij trok zeg maar gekke bekken. Dus als je hier een beetje scheef gaat, is helemaal niet erg, want er ontstaat altijd een emotie. De kunstkoker is een al-inkoker waarmee je een kunstwerk kan maken. Een meesterschilder kan je worden. Per koker zit er één kunstenaar in. En per kunstenaar leer je de stijl en de techniek van de kunstenaar. Dus bij Henri Rousseau leer je alles over zijn jungles maken. 50 tinten groen, daar staat hij onbekend. Donkergroen, lichtgroen, je doet die bloemen erop, ben je eigenlijk al klaar. Dan heb je de jungle van Henri Rousseau. Van Gustav Klimt. Daarbij krijg je dus twee tinten goud en de primaire kleuren. De primaire kleuren zijn rood, geel en blauw. En de basis is zo dat je het goudverf doe je over het hele schabloon. Behalve het gezicht en de handen. En dat is al de basis van Adèle. Ontdek de kracht van creativiteit, vergroot je eigenwaarde en versterk je zelfvertrouwen met de kunstkoker. De kunstkoker is vernieuwing en creativiteit.